kijk eens wie daar is. It smells like team spirit. Ja. Oh. De geur zit al in de lucht. Heerlijk. Dit is toch een prachtige locatie hier in het Drentse. En mijn speelgoed mee. Ja, imposant. Kerel, ça va? Ça va, très bien. Oh, hoe zeg. Ik zie dat volledig zitten, hè. Ja. Dat is hier echt mijn natte droom. En? Beestje? Ik heb een week gevast en dan gaan we een week genieten natuurlijk. Zit nog Madambi ook in de bende? Ik heb echt wel wat Italiaanse finesse meegenomen. Oei, ja, kijk, hier is ze. Hallo. Hallo. Hey. Wat een speeltuin. Twee tegen één. Ik kan ook nog één voorzien, hè? Ja? Mijn tweelingsbroer komt af. Aha. Hallo. Een 106e coiffeur. Is dat hier te doen? Karel, ça va? Ça marche? Ja, ja, het zou wel zitten. Ja. Ziet zin? Heel veel zin in. Al dat mannelijk geweld. Ik kan mijn mannelijk staan. Ah, voilà, dus voilà. Ja, ik vraag me af dat er ons nog allemaal te wachten staat deze week. Beetje competitie, hè? Ja. Hollanders. Het zal af en toe een beetje competitief zijn. Ja. Maar wat zullen wij lekker gaan eten deze week? Absoluut, en dikke pret, hè? En vooral, we gaan elkaars vuur niet uitplassen, hè? Dat doen we niet, hè? Sarah, voor mij is er geen betere viering dan koken op vuur dan een ouderwetse spitbereiding. Er zijn heel veel mensen die glimmen dan helemaal van een vark aan de spit. Ja. Maar ik heb in Italië die porchetta leren kennen. En dat vind ik toch zoveel lekkerder. Ja, porchetta is ook geweldig. Waar komt de porchetta nou oorspronkelijk vandaan? Hoor? Nou, van Zuid-Rome. Ariccia eigenlijk. Dan wordt dat echt wel geëerd, de porchetta. Dus dat is echt serious business, zeg maar. Ja, ja. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben wel een beetje zenuwachtig dat ik nou als Hollander porchetta ga maken voor iemand die echt heel veel van de Italiaanse keuken weet. Dus, ik ben geen kwaai Italiaan, dus... Ik heb lekkere salie, rozemarijn. Ja. Ik vind het heerlijk om er wat citroenschil in te doen. Om dat zuurtje tegenover het vettige varkensvlees. Ja, perfect. Uiteraard ook knoflook. Ja. Ja, en dan wat kruiden, specerij, venkelzaad. Ik vind varken en venkel, dat is echt een merk. Dat is super lekker, ja. Heerlijk. Wilde venkel wordt vooral in Noord-Lazio gebruikt. Romagna, Noord-Lazio. Dan gaan ze de porchetta vullen met die venkel. En in Zuid-Toscane gaan ze vooral rozemarijn gaan gebruiken. Dus je hebt nu een lekkere mix. Dus, die past Italiaans overal. Allrounder. Precies, dat past overal. Geen ruzie met Italianen dan. Goed. Hey, en voor het varkensvlees, ik heb hier heel mooi Menapisch varken. Er zit wel een behoorlijke dikke speklaag op. Klopt. En dat is ook een van de redenen waarom ik nu die huid ga insnijden. Ja. Dat doe ik om de zoveel centimeter, ongeveer een beetje zo'n duimbreedte, doe ik hem insnijden. Maar wat ik probeer te doen, is met dat intense vuur wat we hier hebben, wil ik een beetje dat vet eruit laten lopen. Precies. En je snijdt ook niet te diep, zie ik. Nee, ik probeer alleen eigenlijk het zwoerd in te snijden en niet in het vlees zelf. Ja. Ik halveer hem even, want ik ga doen, ik ga de buik naar die kant klappen en dan ga ik de filet die kant op. Nice. Kijk, hey, ik heb een pannetje langs het vuur staan. Ja. Ik ben nog altijd wel fan van om even die venkelzaden te roosteren. Ja. Hij ruikt wel lekker. Ja. Kijk, hier zien we dus inderdaad mooi het verschil waar die buik heel vet was. Zie je nu die magere filet naar boven komen. Ja, echt mooi stuk. Joep. Ah, het ruikt nu al echt supergoed. Even die kruiden roosteren, al die aroma's komen los. Ja, je ruikt hem al gelijk, hè? Kijk, die gaan we zo meteen eerst even de vijzel nog een beetje fijn stampen. Ja, top. Ik pak deze wel lekker mee. Zo, een beetje citroenzest erbij. Een paar jeneverbesjes. Ik pak er ook nog een paar lekkere zwarte peperkorrels bij. Omdat het varkensvlees echt vet is, mag je best uitpakken. Dus veel smaakmakers aan toevoegen. Roze peperkorrels. Dat is de basis. Knoflook. Dit ga ik gewoon even rough choppen. Bergkruiden, lekker. Alright, die gooi ik alvast in de kom. Er bovenop. Ik heb nog een beetje nootmuskaat. Salie, rozemarijn. Heb ik daar nog een mooi potje staan met wat zeezout. Er mag flink wat in. Nou.
Oh, ik vind het nu al geslaagd. Ja, toch? Echt. Beginnen we even hier. Ja, ik ga wel lekker inmasseren met kruidenmengeling. Nee, strooi er maar overheen. Kom maar helpen. Zo. Vouw ik eerst deze eroverheen. Ja. Nog een lekker door. Dekken. Kom maar door. Hey, ik ga echt jouw hulp even nodig hebben, want we moeten hem nu op gaan rollen. Ja. Eens even kijken hoor. Wat daar rechts van jouw keukentouw. Ja, gaan we lekker een beetje tussen elkaar door. Ik sta onderdoor. Ja, nice. Ja, het begint al een mooi vorm te komen. Nou, het ziet er goed uit. Ja, als jij hem even tegen wil houden, ga ik proberen in het midden uit te komen. Ja. Ben ik er al doorheen? Ja. Top. Top. Nou, dat gaat wel goed komen. Dan gaan we eerst nog even ons vuur voorbereiden. Dus ik heb hier die bakken liggen. Mm-hmm. Daar gaat water in dan? Daar doen we het water in inderdaad. Okay. En de reden dat ik er water in doe, is als dat vet er dan uitdruipt, dan wordt het natuurlijk nog steeds warm, maar anders staat eigenlijk die bak met vet in de fik. Heb je nog wat zout? Dan gaan we die erin wrijven. Ja, inderdaad. Het is een beetje erin proberen te masseren. Okay. Je krijgt een goede scrub. Ja, een beetje rubber. Ik ga hem even aanzetten, het spit. Ja. Yay. Hoho. Hij doet het. Nou ja, dit moet gewoon lekker een paar uur draaien. Ja. Alle tijd om te bedenken wat we erbij gaan eten. Wel, ik heb er iets voor, Jort. Ik dacht, laten we voor het gerecht dat erbij past naar het bos gaan. En daar lekker even shoppen wat we nodig hebben. Oké. Okay. Ik heb daar iets voor geregeld. Oké, okay, cool. Oké, okay? Okay, andiamo, kom. Je weet, Dominique, ik zie een keer zot van een goede mussel. Ik zat te pezen, al kleine manneke waren, zaten we een keer aan de Atlantische kust. Er was dan een man, een visser, die mussels gereed maakte op een planken. L'éclat des moules. Je hebt er heel veel dennen al, heel veel dennenbossen. Hè. Een beetje lekker hier. Een beetje lekker hier, een beetje lekker hier. Voilà, het is zo dat ik op het idee kwam. En wat deed je? Je pakte die planken, sloeg er vier nageltjes in en je zette die musseltjes vast in een schone rosette. En toen pakte hij die dennenalden zo, smeet dat erop, stekte het in de fik. Twee, drie minuutjes, die musseltjes gingen open en dat was fantastisch. Kijk, ik zie een commie. Ik gooi je naam, zeg maar. Zie dat zin? Ik kon hier al schreef zetten voor die roei, zie dat zin voor wat nalden te gaan zoeken. Dennenalden in het bus. Dennenalden in het bus. Nat of droog? Loopt niet verloren. Ja, liefst droog, liefst droog. Ja, oké. Okay. En zo moet je er brood mee pakken voor krummeltjes te leggen. Jojojojojo. Dat moet ik me weer even vinden. En anders roep je maar. Moet je er veel in of niet? Toon ik een aan. Heb je rood aan? Oh, leg dat maar vul. Soet. Goed. Drogenalden. Drogenalden, drogenalden. Ik heb nog veel komie geweest, maar dat heb ik nog nooit gedaan. Ja, maar ja, vind ik. Aan onze beginning. Nu, wat ga ik daarbij maken? Een venkel roeien. Wat hebben we daarvoor nodig? Ken je wat gekookte aardappelen? Wat melk die ik onmiddellijk ga roken. En dan wat venkel en wat eigeel om die binding te geven. Om daar wat extra aroma aan te geven, ga ik daar gewoon een teentje look in pletten. We crush dat. Meer heb je dan niet nodig. Voilà. En dat zal al klaar tegen dat Dominic terug is. Ondertussen, en hier een handige machine. Doen dat we daar de appeltjes in. Is dat genoeg? Moet maar je fik. Het leek je vuil. Zij, is er nog een beetje een rap, nee? Ja, rappen. Ja, hele rappen. Ah, ja, kattenrap. Toen had je een endetje niet en toen had je ik. We gaan dat hier eerst een keer een beetje roken. We gaan dat hier in branden steken. Voilà. Voilà, en zet hem maar omgekeerd erop. Dat groen van de venkel. Gaan we hier wat grof snijden. We doen er twee eigeel bij. Voilà. Dat is voor de bindingen. Hup, voor de bindingen. Als je dat ziet zitten van die gerookte melk te gaan halen, gaan we dat een beetje daarbij doen. Is dat al, dat is al gerookt genoeg? Meer heb je niet nodig. Het mag ook niet overheersen. Ja, oké. Okay. Hey? Maar hoe zeg? En? Wat zegt dat? Dat riekt naar een goed café. Ja. We gaan daarmee beginnen. Dat is eigenlijk een soort mayonaise binnen dat je maakt. Je maakt een emulsie, inderdaad. Voilà. We gaan dan nog wat afkruiden met peper, zout en that's it.
peperzot en nog wat anders erbij. En een schutje olijfolie. En olijfolie. Om wat meer die vetheid eraan te geven. Vette eet, daar zijn we geen één tegen. Nee, ben neem. Voilà, zé. Het belangrijkste deel van het recht. Zo houden die mussels hier op die planken plaatsen. Vier nageltjes. Ja? Ik zie niet de meest handyman, maar volgens mij moet dat wel lukken. Oké. Okay. Dus in het midden gaan we vier strategische nageltjes slaan. De bedoeling is dat we de eerste vier mosseltjes daar vast tussen gaan steken. Een mossel en een platte kant en een bolle kant. Ja. We gaan die met de platte kant ertussen zetten. Ja. In het begin is het zo wat soep. Voilà. Zeg, zul je niet een beetje mee helpen? Zie je dat ze? Ah, ja, ah, voilà, zeg. Een comedie niet in orde krijgt. Hey, zeg, zet ze maar schone ertussen. Nu bedekken met dennenalden. Een hoopje ongeveer 20 centimeter dikte, zodat er toch redelijk wat ligt. De fik erin en door de extreme hitte had hij die schaap nog een klein beetje voorkomen als in de room zetten. En het wordt in feite gehaard in zijn eigen jus. En dat vind ik lekker eraan. Zo de pure smaak uit van de mussel en toch zo een beetje dat gerookte van die dennenalden. Allee, alright. Serieus. Voilà. Yep. We zorgen dat schoon alles bedekt is. Moet ik de brandweer bellen of is het niet nodig? We gaan het zien. We zorgen dat goed brandt. En nu laten we dat gewoon rust. Dus dat is niet totdat het uitgebrand is. Dus ik zei, ben een drietal minuutjes gereed. En waar wat denk je dat bij? Wet windje. Man erachter. Alright. Ja, man, ik heb proeven dat Dominique hier klaar gemaakt uit. Maar nog een klein beetje zetten van citroen bijgeven. Dat heeft zo wat de finishing touch eraan. We gaan even kijken hoe dat hiermee zit. Die mag je ervan halen. Pas op dat je vingers niet verbrandt. Als je ziet, ze zijn allemaal mooi geopend. We gaan een keer eentje proeven. Mm. Oh, fantastisch. Mega goed. Amai, zeg. Is dat nog reeds? Matje, dat is hier fantastisch goed. Mm. Een rap rechtje, lijkt dat me zeggen. Heel rap rechtje. Hoe lang heeft dat nu geduurd? 5 minuutjes? Dit van een glas unetjes ging. Voilà, zeg. Hoppeetje. Ja, die enorm die pure smaak. Hè? Ja, puur is een eentje. Er komt er niks anders aan te pas. Slurp nu te schelpen. Zou er hier niet een beetje beter dan de Hollanders die aan het tjaffelen zijn? Nee? Ja. Zie je dus hier staan? Je zit natuurlijk met de blonde mok en ik sta hier met de kletskop mussels tegen. Hey, zeg niet dat je niet haar net zeker, hè? Je moet je prioriteit stellen, hè? Santé, matje. Hey, alles goed? Ja, alles goed. Ik heb mijn barbecue-maatje mee, ja. Hoor. Hi, hey, Jort. Tim. Ik ben hier samen met Jort omdat we eigenlijk een hele lekkere porchetta aan het maken zijn. En daar willen we graag Drentse groene delicatessen bij. Dus wat rijk groeit in het bos. Ja. Kan je ons een beetje wegwijzer in maken? Ja, zeker wel. Gaan we die kant op en dan gaan we mandje plukken. Mee? Mandje mee. Ja, super, Jort. Kom. Gaan we hier even tussendoor? Oké. Okay. Nou, hier staat direct al heel, heel veel. Oké. Want ik zie zo al, even kijken. 1, 2, 3, 4 plantjes die heel leuk te gebruiken zijn voor, nou, wat voor maaltijd dan ook. Kennen jullie deze? Onkruid? Ja, onkruid bestaat niet. Want dit plantje is ooit door de Romeinen hier naar Nederland toegebracht.
om op te eten. Dus die soldaten die moesten natuurlijk eten. En die hadden ook spinazie nodig, zeg maar. Maar dat was er niet, dus dan namen ze zelf zevenblad mee. Dus dat zegt al wat over de voedzaamheid van het plantje. Die ken ik wel een beetje. Het is geen brandnetel, maar wat ik dan weet van vroeger is dat je dan een beetje ging sabbelen en dan kreeg dat zoete smaakje. Daar zijn de bijtjes ook blij mee. Maar dit is dove netel en die kan je dus ook gebruiken. Je kan er thee van zetten en je kan het als kruid gebruiken door salades enzovoort. Dus zonder het te weten loop ik eigenlijk altijd gewoon door een enorme voorraadkamer heen. Klopt, ja. Heel veel mensen die zien alleen maar groen, maar eigenlijk staat de hele natuur vol met allemaal eetbare plantjes die je gewoon ook dagelijks zou kunnen eten. Dus nou, jullie willen iets met vlees gaan doen. Dit is weer hondsdraf. Mm-hmm. En nou, die moet je ook maar eens gaan ruiken en proeven. Ja, moet je zien als keukenkruid, als basilicum of zoiets. Moet je ook niet te veel van eten, want dan raak je maag een beetje van streek. Ja, ik heb al de stelregel, alles is eetbaar. Ook alle paddenstoelen zijn eetbaar, maar sommige dingen maar één keer. Ja, dat ken ik. Ja, dat klopt. Ik kom net zo'n roodkapje straks. Ja, natuurlijk. Dat is de bedoeling. Nou, ja. Tommy, ik kan de lunch maken. Goed. Je weet, mijn hart belongs to Mexico. Dus ik ben ooit uitgenodigd geweest door Concho. Concho is de verantwoordelijke van onze plantage. Op zondag en had hij een fantastische plaatrijd gedaan. En dat is kip in zwarte assensaus. Kip in zwarte assensaus. Ja. Dat moet je toch wel een keer uitleggen. Dat is de typische plaat dat ze in Mexico klaarmaken op Dia de la Muerte. Oh. Dus Halloween. Ga je verwittigen. Die plaat ziet er niet uit. Als je dat ziet, zei je van, my god, dat is niet te eten. Maar geloof me, mega lekker. Maar zien er misschien ook niet uit. Maar we zijn er nog aan te vast. We zijn ook lekker. We zijn ook lekker. Nu, ik begin met de basis. En dat is Ricardo Negro. Dus we gaan eerst die chilipepers branden. En echt branden, hè. Ik zweer nog een in die pot. Oké, doet er niks bij. Niks, geen olie, niks. Droge in de pot. Voilà. Nu, als je me wel de plezier doen, ja, zeg maar. Kun je op zoek achter een stok, om een keer dat het echt zwart is, om het dan nog een keer flamberen. Een stok. En ik ga ondertussen een beetje roeren. Peesje, is dat goed? Perfect. Steek neem maar met zijn snutter erin. Nee, niet hier in die pot, hier in het vier. Ik ken hier kies. Yes. En als je die wil versnien, ik ga ondertussen de andere kruiden erbij doen. Mijn zwarte peper. Kruidnagel, niet te veel. Een stuk of 10 erbij. Dan heb ik hier oregano. Vrij goed, dat mag je van erbij doen. En laurierblaadjes, maar ook niet overdreven. Als we een stuk of 4, dat gaan we er straks bij doen. Super goed, mes. En die stok die je dan mee hebt, is dat ook wat speciaals? Speciaal? Voor mij is dat emotioneel speciaal. Mijn laatste expeditie was in Panama. Ik kwam door bij de Indiaan en dat madamtje had een stok. Yeah. Ik zei, mamzeil, ik wil een ding kopen. Maar zei, de min had niet verkopen, maar mijn schoonmoeder maakt dat. Dus ik zei, voilà, komt dan thuis. Zei vrouw, heb je cadeautjes mee? Ik zei, ja, ook. Een stok voor mezelf. Een stokje. En hier nog ui en look. Yes. En die dingen gaan we dus ook echt branden. We moeten vrij blazen dat dat in open lucht is. Want het branden van chilipeper... Ja, straf een toepak dat. Dat is straffe Charles, hè. Ja, het pakt wel op je neus, man. Een chili a day keeps the doctor away. En nu, kerel, moet dat hier in de fik steken, nee? Nog een keer flamberen. Brand die bol. En, riekt dat allemaal Halloween of wat? Vento. Kijk hoe warm. We gaan nu ook niet overdreven. Ik kan dat hier blussen met kippenbouillon. Voilà, zé. Ja. Jo, jupplehooi. Ik kan hier nog een kruidenmengeling. Wapa. Oh, mijn oor hoor weer in. Hij heeft er al niet veel. Maar je ziet dus, zwarte assensaus. Het gaat zwarte assensaus. Ah, wel, dat ziet er goed uit. We gaan nog een beetje kippenbouillon erbij doen, zé. Ah, wel, je overtreft me toch weer. Hè. Dat is. Rezen is goed voor de hè? Fantastisch.
En verwacht ook ik een prijzen. Voor andere culturen te proeven, neem ik? Ja. Dat is ook het eerste aan outdoor cooking. Hè. Je mag je paal in de grond smitten. Hè. Mooi hoi. Er feiten nog een beetje een zak vlees op. Hè. Voilà. Dus Estrella. Chilis, moet erin. Nou, kijk, als we de eerste drooi geven. Hè. Hier, doe maar, kom. Draai maar aan de muur. Kun je dat nog veranderen? Mais? Ja. Het is geen vleesmuil, nee. Dat niet, hè? Maar mais, hè? Oh ja, eerst door. Bloed een draai, nee, bent. Zeg, heb je mijn ormen zo lekker bekeken? Ja. Zuur maar de deuren. Een cebolla. De zwarte ui. Nu, natuurlijk, die bunsten zijn verbrand, dus die gebruik ik niet. Het is echt binnenste, je ziet, dat is... Oh, zalig, ja. Oh, bloed draaien, jongen. Onze gebrande loop. Pijn onder verre zin. Ah, warm is hij. Uit de randjes, hè. Voilà, ze. Neem af, trap. Klein beetje olijfolie. Onze voorgegrilde kippetjes moeten erin. Nu mijn super Black Magic sauce. Oh. Dat mag er allemaal in. Onze bouillon. Moet je dat niet vast doen voor je? Nee. Cowboy film. Ja, maar ja. Een keer roeren. Toen een beetje pezen aan de beken dat ik vroeger achter een nus stroom aan. Nee, wacht, het ziet er niet uit, maar geloof me, het is mee. Ik kan er alle vertrouwen in. Sarah, uw koets wacht. Sarah, als jij eerst instapt, ja, dan kan je voeten hiervoor zetten. Oh, maar ik kruip er gewoon zo in. Je gaat gewoon overheen. Oké. Okay. Tadaa! Oh? Ja, okay. Ja, dat is aan mij om de atletische lijf. Hoppakee. Nou. Oké, gooi ik een touwtje. Hey, toe. Hoppakee. Ja. Oké, okay, we zijn los. Best stabiel. Oeh. Ah nee, we moeten die kant op. Hoppakee. Hey, als jij één kant doet en ik ook één kant, dan... Ik vind bestellen bij de slager toch makkelijker, hoor. Dat was soepel dit. Oh my god, oké. Okay. Ik raak hem nooit onder. Jawel. Pas net. Ja, het is goed, ze zijn er weer. Kom eraan, Tim. Ja, ik heb hier al munt ontdekt. Kijk eens, hier zie je al munt groeien. En dat kan je herkennen aan dat beetje roodachtige stengeltje. En als je daar nou een topje van plukt, en dan moet je maar ruiken. Ik heb te veel mee. Ja, kijk, een echte wildplukker die laat het plantje staan. Sarah, dat is... Ja, die ging er zelf los. Ja. Nee, ik zal je helpen, dat je even wat dichterbij kan. Nee, het is goed, Jort. Ik heb al. Oh, Jort. Maar dan mag je wel wat verplukken. En in het mandje, dan kunnen jullie er wat mee gaan doen. Zo, kijk, ik ga helpen plukken. Dan, Kijk, Tim heeft er al voor mij geplukt. Wat kopje thee voor Tom. Precies. En Dominique. Hè? Oeh. Gaan we de wal weer opzoeken zo. Ja. In Mexico is er heel veel tacos en tortillas, maar ze eten ook veel rijst. Dus we mogen een klein beetje Mexican rice maken. Een klein beetje komijnzaadjes. Ik heb laten poffen dat die smaak er goed uitkomt. Een geraspt karotje mag erin. Ik heb hier nog een beetje fijn gesneden ui. Mag er ook bij. En natuurlijk look. We love garlic. Dat voilà, zit dat begint te pruttelen. Ik heb hier nog een beetje passata. Mexicoon en tomaten. Hè? Een beetje mais. Oké. En nu gaan we daar een rijst bij doen. Ja, dat doe je erin. Voilà.
Goed, squeeze it. Ik kwam lekker weer van Mexico en ik had margaritas gemaakt. Ja. Kijk dan, margaritas. Ja, ook. En ik kom weer van reis. Ik zeg hem, ja, kreeg ik ook bruine plekken in mijn hand. Van en zinnen? Mijn vrouwen zeggen, ja, je huidkanker. En ik ga naar een dokter, ik zeg hem, kijk, bruine plekken. Dokter, en dokter. Dan zegt ze, heb je limoen of citroen gebruikt in de zon? Ja, 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 ja. Dus ja. Hey? Dus je moet een vreemde je plek. Margaritas, open in de schaduw. Bon, een beetje peper en zout. Yes. Wat je veel zweet. Veel zout pakken. Ik veronderstel dat we beter geen extra peper mee doen in onze kip, maar een beetje zoet. Dat mag kan nooit een code. Voilà, ik heb hier een kip eruit omwind. Heel raar, hè? Wat we dan de Mexicanen ook doen, zijn eiers. Ze zwieren door een eien. Ze kennen hier hardgekookte eiers. Dat mag erbij. En die eiers gaan... Het ziet er niet uit, hè? Het is zwarte eiers. Maar kerel, mega lekker. Beetje lekker dat je de devil's egg zet. Maar dan, Kan ik hier ja, ja, ja. Hopla. Een zwarte ei. Keeps the doctor away. Keep the man away. Beetje maïzena. Beetje koud water. Altijd goed kneden met de hand, dat je een brokje zet. Die maïzena mag er ook bij. En nu ga je zien, die saus zou echt beginnen direct dingen. Direct bindingen geven, hè? Ja, ja, ja. Zo, vrouw, schoon je maïs. Voilà, ze. Hup. Dominique, ik kan niet wachten. Wake up. Kijken. Nou, dat ziet er al goed uit. Het ziet er echt goed uit, ja. Oh, hey, en kom eens ruiken. Hij is nog niet klaar, denk ik. Nee, maar het is ook nog niet helemaal de bedoeling. Kijk, dit is nog een beetje zacht. Ja, precies. Ja. Hier begint hij al wat harder te worden. Ja. Maar wat we nu gaan doen, we zijn een tijdje weg geweest, dus het vuur is natuurlijk ook een beetje ingezakt. Ja, ja, het is niet meer zo warm. We gaan langzaamaan het vuur weer een beetje op tempo brengen. Ja, dan dat kan er nog. Voor. Ja, het kan zeker wel een uurtje of wat duren. Je ziet ook nog die speklaag die nog niet helemaal uitgebakken is. Ja. Jee. Heel eerlijk, het gewoon lekker hier een beetje ertussen. Gaan we die koriander erbij doen. Een goed ondermengen ze. Eerst. Hoe gaan we daarin? Ze zijn nog. Ja. Het ziet er lekker uit. Ja, en het is straf, hè. Some like it hot. Ja, iedereen? Ja, lekker. Ja, voilà. Like a burning, kom op. Kijk, ik kan daar een mandje staan. Ja. Met alles erin. En we kunnen dat boven eten aan dat tafeltje. Ah ja. Dan moet de tafel gaan dekken. Ja, ja. Voor de lunch. En een borst of een bellen? Borst. Borst. Nu nog een beetje jus. Niet overdreven, want het is straf het goed, maar toch. Onze. Daar komen ze. Een borstje voor mevrouw. Dankjewel. Een beetje van de twee voor meneer. Lekker man, lekker. Alsjeblieft. Mexican food in de Bosten van Drenthe. Ik kan hier nog een flesje wijn erbij. Lekker man. Een Matthäusje, de Dry Rosé. Het is iets minder zoet dan de klassieke Matthäus. En dat past perfect bij kip in assensaus. Zo. Allee, Swedis, zal ik zeggen. Bon appetit. Hey, heb een fantastische week, hè? Absoluut. Mooie start. Ja, kan ik wel zeggen tegen mevrouw, het is boys weekend. Als ze dat hier al zien, kan ik hier het weer mijn hut lijnt. Moet ook niet alles zijn, hè. Topwindje. Zalen. Ja, volle smaak. Ik vind qua pittigheid heel erg meevallen ook. Hoor. Ik had het hij komt wel een beetje verwacht. Zo, maar... Maar ik zei, hij komt binnen, maar het is ook snel terug weg. Ja. Ja. Hij heeft een hele mooie diepe smaak. Er zit wat gelaagdheid in, dus... En met die rijst erbij, die koriander... Ja, een beetje dat zuur erbij. Balanceert dat wat uit ook, hè. Ja. Ik
Kijk, ik moet eerlijk bekennen, als je dan langskomt en je kijkt in die pot, inderdaad een beetje zo'n donkere, zwartige saus. Maar dat verdwijnt zodra je die eerste hap neemt. Want die as, dat geeft zo'n smaakdynamiek aan dat gerecht. Dat vind ik wel heel gaaf. Sexy is het niet, hè? Instagrammable moet je niet doen, hè? Je moet het maar proeven. Ja, guys. Voor de afwas, hè? Voor de afwas. Ja. Sarah, hek is een afstand? Dat is een afstand. Ja, zo, ja. Oké, allee. Oei, oei. Kom aan, Dominic. Oei. Nu ga ik het mis. Ja. 10. Oeh. Dat je ook niet kunt halen. Volgens mij is die porchetta... Hey. Crispy, crunchy, crackling. Ik ruik de hele dag al die venkelgeur in mijn neus. Ja. Maar dat is wel een beetje hoog in vet. Dus ik denk dat het wel een slim idee is om een beetje een frisse, zomerse salade bij te doen. Mm-hmm. We hebben ook wat gevonden in dat veld, samen met Tim. Ik kan me nog herinneren, dit was water en munt. Ja, lekker fris. Deze was wat kruidig. Ja, hondsraf. Oké. En dat was dat zevenblad, hè? Dus ja. Moeten we een beetje van dit erin plukken en een beetje van dat. Zo. Heb ik hier ook wat palmharten meegenomen. Ik vind het lekker om ze een beetje te schroeien. Dan ga jij eens barbecue en dan ga ik gewoon aan die salade plukken. Dit is dan roodlof, want ik weet dat Tom en Dominique die zijn gek op groentjes. Olijfolie er een beetje over doen. Ja, dan ga ik deze even grillen. Ja, even een beetje zout en peper erop. Dat zijn we maar heel kort nodig, hè. Ga ik even lekker met deze tomaten aan de slag. Kijk, het gaat al lekker aan die kant. Zou je een rode pepertje er ook doorheen willen jassen? Volledig. Ja, zaadjes eruit dan. Ja. Want die kip van vanmiddag, die voel ik nog wel hoor, qua pittigheid. Ja, dus, we gaan niet zo pittig maken. Ik vind een klein rood uitje mag er ook wel in, toch? Lekker fris. Nou, die zien er goed uit. Ik heb echt maar een paar minuten nodig gehad. Volgens mij is het heel mooi op kleur, mooi op smaak. Ik zie een mooi feestje hier ontstaan. Ja, kijk eens aan. Ja, likkie olijfolie, zout, peper. Mag ik? Sherry azijn. Ja, lekker. All right. Kijk, 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 kijk. En dan komt hij. Ja. Nou, ik doe een beetje expres, maar dat geluid, jongens, ik vind dat zo mooi. Allee, zie. Wauw. Touwtjes eraf. Goed zo. Alright. Nu ziet hij er nog mooi uit. Het is me nog nooit gelukt om echt mooie plakken te snijden. Dat geluid. Echt geweldig. Wauw. Oh, en die venkel. Echt, die aroma's. We hadden hier al iets voor een krakelings en rechts. Ja. Een feestje bij Asterix en Obelix van halen nog wel. Ja, natuurlijk. Nee, natuurlijk. Maar... Zalen. Heerlijk. Here we go. Oh. Voilà. Smacht hij bij jou op schoot? Kijk. Ah, oeg. Het kost een paar uurtjes, mm-hmm. Maar als je dit zo ziet staan... Het is wel de moeite waard, hè? Ja. Echt, hij heeft het echt zo goed zijn best gedaan. Ja. Kijk nou even dit. Och. Oh. Dominic, hier ook een krokantje? Ik weet niet. Moesten ze dat dus allemaal morgen in de kerk geven? Ja. De kerk is weer een vrouw. Is zo wel gewezen. Ik hoor niet eens meer wat je zegt. Ja. Mm. Goh. Voilà. Nou, even maar een groot gezet. Direct al die kruidenmengeling erin. Super. En een mooi stukje wat weer van de buis. Moet je voordat even balans doen. Hey. Dank u wel. Okay. Snoepjes. Die combinatie van venkel met dat sappige varkensvlees, dat blijft vier overeind. Elke beet smaak je andere, proef je andere kruiden ook. Je hebt het zacht aan het vet, je hebt dan terug die filet die terugkomt, het krokante van de korst. Elke beet is anders. Mm. Mm. Maar er is toch niks zo krokant als varkensvel, hè? Dan hebben wij van Tim nog iets heel moois meegekregen. Oeie! Paardenbloem water. Even. Het zou helpen bij de spijsvertering.
smalle. Ja, dat is water, hè. Dat is water. Dat is water. We zijn blij dat je het uit. We kunnen niet klagen, hè, als dag één. Dat belooft, hè. Dat belooft. Ja, ja, zeker weten. Absoluut. Gaan we erop toast of niet? Denk het wel, hè? Oké. Schatjes, bedankt. Hey. Salut. Het was de moeite waard. Maar echt, hè. Oh. Op een mooie avond.